Koude CPC-loop hartverwarmend. ADO bezig met recordseizoen. Sterk hijs die heek op weg naar landskampioenschap. Een hele goede dag. 35.000 mensen gingen gisteren in Den Haag een zeer te respecteren strijd met zichzelf aan. Door weer en wind, snijdende kou, ingevette benen en kapotte tepels was de 39e editie van de CPC-loop een memorabele en er een om niet snel te vergeten. Het West Sporthart ging er sneller van kloppen, maar dat komt ook door de knappe prestaties van ADO Den Haag dit seizoen. Want als ADO gelijk speelt bij AZ, dan kijken we daar niet eens meer heel erg raar van op. Natuurlijk hebben we een spannende strijd bovenin in de Eredivisie. Met Ajax, PSV en Feyenoord in een felle strijd om het landskampioenschap verwikkeld. Maar één ding weet je wel zeker, ADO Herman Nanninga pakt altijd punten. Het is onvoorstelbaar, hè? We hebben het al vaker gezegd, ADO daar win je niet zomaar van. En ADO pakt zelf regelmatig punten. Nou, nu was AZ de tegenstander afgelopen zaterdag. Dan denk je AZ 16e. Maar ja, aan de andere kant, AZ is ook de bekerfinalist. Hè? Dus ja. Die heb je niet zomaar gewonnen. Individueel goede spelers daar bij AZ. Noem alleen maar Maher en Altidoor, de topscorer daar. Dus ze hebben kwalitatief, denk ik, betere spelers, individueel. Maar ja, ADO is als team heel erg goed. Speel je 1-1 en dan denk ik, nou, eerste helft heeft ADO echt gedomineerd. Tweede helft hebben ze het heel lastig gehad. Moesten ze veel achteruit lopen, hadden ze het moeilijk. Dan is een puntje terecht, maar dan blijft toch een beetje zo'n dubbel gevoel. En dat geldt eigenlijk ook voor trainer Maurie Stijn. Ik denk dat we de eerste helft dat we uitstekend gestart zijn. Goed op voorsprong komen. Ik vond het ook goed te zien hoe mijn ploeg hier in de AZ. Ik kan me niet heugen dat we hier gespeeld hebben. Dat we zo dat het er zo goed uitzag, met name in de uitstraling. In de flair waar de ploeg mee voor de dag kwam. Nou, komen we goed op 1-0. Nou, zij maken ook een schitterende 1-1 en daarna denk ik dat we wel de controle hebben de eerste helft. Tweede helft gooide AZ duidelijk een tempo erbij en gooide ze heel veel druk bij ons erop. En kwamen we weinig aan voetballen toe. Wel een hele grote kans met Van Duinen. Maar AZ had daar ook een aantal hele grote mogelijkheden tegenover. Dus op basis van de tweede helft mogen wij zeker blij zijn met een punt. Ja, de goal zaterdagavond in Alkmaar werd gemaakt door Mike van Duinen. Alle ballen op Mikey is de leus al langzamerhand in Den Haag, Herman. Is hij categorie fenomeen aan het worden, die Mike van Duinen, samen met Mansveld, de schoenmaker? Nou, om Mikey, Haagse Draaf Mike... Door, wat zei je? Draaf ik door? Nou, een heel klein beetje. Hij komt nog maar net kijken natuurlijk. Dit is eigenlijk zijn eerste volledige seizoen tot nu toe. Hij steelt wel de harten van het Haagse publiek. Eigenlijk heel Nederland is lovend over Rode Mike, zoals die ook wel genoemd wordt. Hij valt op. De trainer Jan Wouters van Utrecht heeft al laten vallen dat hij best wel geïnteresseerd is in Mike van Duinen. Nou, vorige week gaf hij in onze uitzending aan dat hij daar nog even zelf niet aan toe is. Maar een fenomeen, dat is het toch wel aan het worden. Dan gaan we naar de man onder de latten bij ADO. Dat was afgelopen zaterdag niet Gino Coutinho. Nee. Die was geblesseerd. Martijn de Zwart stond nu onder de lat. Laten we met de Coutinho beginnen. Hoe is het met hem? Hij heeft last van een lichte kuitblessure. Toch is het nog maar onzeker of hij deze week normaal kan meetrainen. En dus is het ook nog hoogst onzeker of hij in de wedstrijd tegen Vitesse onder de lat kan staan. Maar goed, met Martijn de Zwart, daar waar voorheen misschien nog wel wat twijfels waren van, is die de Zwart wel klaar voor het beste werk? Ja, ik vond dat hij het uitstekend deed. In de eerste helft was hij rustig. Je zag geen paniek. Van tevoren waren er wel wat zenuwen, maar in het veld merkte je daar niks van. In de tweede helft een hele goede redding. Ja, ik denk Martijn de Zwart, en dat vond hij zelf ook, kan terugkijken op een geslaagd debuut bij ADO. Denk ik. Ja, ik heb nu laten zien dat ik mijn mannetje kan staan. En goed, ik begrijp ook dat ze altijd hebben gezegd van ja goed, we weten het niet zeker. Ik bedoel, op trainingen deed ik het goed. En goed, ik moest het toch een keer in de wedstrijd laten zien. En dat moment is nu geweest. Nu weten ze het zeker? Nu weten ze het zeker. En nu weet jij het ook zeker? Want was dat voor jezelf ook een vraag? Ja, natuurlijk. Het is toch ook een meetmoment voor jezelf, denk ik. Ik bedoel, je komt van de amateurs, dan ga je naar ADO Den Haag toe. Dan speel je wedstrijd in de belofte, je traint wel op hoog niveau. Maar goed, dit zijn toch de wedstrijden waar het in moet gebeuren. De reservedoelman van ADO Den Haag, Martijn de Zwart, was dat. Herman, durven ze in het Kyocera stadion en omgeving zo langzamerhand toch wel de ambitie uit te spreken dat de play-offs om Europees voetbal nu gewoon echt te halen zijn? Ze kunnen er niet meer omheen. Hè? Ze staan nu op de zevende plaats. Ze zijn dus weer een plaatsje gestegen.
En het woord play-offs, ja, het wordt steeds luider gefluisterd, laten we het zo zeggen. Maar ze lopen er niet meer voor weg. Merk jij ook meer sympathie in het land voor ADO Den Haag op dit moment, omdat het zo verrassend leuk en goed presteert? Nou ja, als je kijkt in de diverse media, wordt toch vaker over ADO gepraat. De kranten, daar staat vaker een bericht over ADO. Ja, kijk aan. Grote landelijke ochtendkrant van vandaag. Historisch hoogtepunt. Ja. Dat is ook nog weer zoiets. We zeiden het al, ADO Den Haag is moeilijk te verslaan. In het seizoen 72-73 verloor ADO Den Haag in de eerste 26 wedstrijden 6 keer. Nou, daar staan ze nu ook op. In dat seizoen trouwens eindigde ADO op de 5e plaats met 9 nederlagen. Illustre namen als Tonti bijvoorbeeld stond daar in de goal. Dus ja, ADO, je merkt in den landen, ADO boezemt ontzag in en daar, ze hebben ook meer sympathie voor ADO. Ja, en dat komt misschien ook wel omdat die play-offs om Europees voetbal lonken in een jaar waarbij dat 2 jaar geleden ook gebeurde. Maar nu zou het, is mijn gevoel, knapper zijn met een selectie die misschien kwalitatief iets minder is ten opzichte van 2 jaar geleden. Ja. Als je het dan nu redt, ja, ontzettend knap. Ja, wat dat betreft ook heel veel credits natuurlijk voor trainer Maurie Stijn. Wat heeft hij allemaal niet, wat is hij allemaal niet kwijtgeraakt? Toornstra, je zou bijna vergeten dat hij weg is, maar toen in januari bekend werd, Jens Toornstra gaat weg. Toen dacht ik, nou, de wereld van ADO Den Haag stort in, bij wijze van spreken. Stijn is rustig gebleven en heeft zijn team zo gesmeed dat het echt een team is. Ja. Je zag het tegen AZ ook. Ze werken voor elkaar en ze gaan voor elkaar door het vuur. Ja, dus overal goede koppen en vrolijke gezichten. Nu, zaterdagavond wachten in Den Haag Vitesse. Ja. Een club die altijd nog een beetje aanschurkt naar de kop. Ze dromen nog altijd daar niet kansloos, hè? Nee, ze dromen daar al wel van een kampioenschap. Ja. En dat doen ze met name omdat ze in uitwedstrijden zo ontzettend goed presteren. Ja, vier keer verloren pas in uitwedstrijden, 12 keer gewonnen. Ja. En, ja, dat zijn cijfers, hoor. Dat zijn klinkende cijfers. En laten we niet vergeten, het grote gevaar, hè, Boni. Wie moet dat gaan beteugelen? Ja, dat is de goede vraag. Ik denk dat het centrum gevormd gaat worden door Wormgoor en Supusepa. Want onze grote vriend en beul achterin, Tommy Beugelsdijk, die is er niet bij. Kreeg een gele kaart in de wedstrijd tegen AZ vanwege een vermeende swalbe. Ik vond het zwaar gestraft. Hij zelf vond het, was het er ook niet helemaal mee eens, moet ik zeggen. Ik vind geen geel. Ik vind het overtreding dat hij, het niet ziet, oké. Okay. Maar die scheidsrechter, voor mij twijfelde hij. Maar ik zag die grens, zag ik zo achter zijn hand, het is swalbe. Dus ja, die grens werd eigenlijk een beetje verpest. Wat denk je nou bij jezelf, swalbe? Ja, ik dacht eigenlijk, ja, ik was doodziek dat hij dat zei, maar ik dacht eigenlijk gelijk aan mijn schorsing natuurlijk. Want ja, het is kloten natuurlijk dat je door zoiets een schorsing oploopt. Ja, zonder Tommy Beugelsdijk dus zaterdagavond de wedstrijd tegen Vitesse. We gaan het volgen. Herman, dankjewel voor je komst weer. En we spreken jou volgende week weer. Op zeker. In dit programma. Hijs Die Heek, de grote ijshockeyclub uit Den Haag, kan zich zo langzamerhand wel gaan opmaken voor de finale van het landskampioenschap. In de halve eindstrijd van de play-offs moet nog wel 1 keer worden gewonnen van Geleen. Maar nadat gisteren in Limburg ook de 2e wedstrijd in het voordeel van Hijs werd beslist, is die finale plaats binnen handbereik. Sfeer was er voldoende in de hal van de scheidend landskampioen, want dat lijkt het te gaan worden voor Ruiters, Ieters, Geleen, de Limburgers. 11-0 was maar liefst de overwinning van Hijs afgelopen vrijdag. En zondag was het niet veel beter. 2 man in de strafbank en dus de kans voor de Limburgers om wat terug te doen. Maar de achterstand was eigenlijk de hele wedstrijd. En dus gaat Hijs comfortabel zich plaatsen voor de finale van de play-offs. De wedstrijd dinsdag lijkt een formaliteit te worden. Moet natuurlijk wel gewonnen worden nog, maar het klassenverschil tussen Den Haag en Geleen is gewoon groot. Hier Van Oorschot met een doelpunt. En Geleen met wat spaarzame kansjes. En dan is er natuurlijk wat irritatie. Meegenomen misschien nog uit de play-offs van vorig jaar. Die slecht afliepen toen voor Hijs de Heek. De Limburgers hier nog scorend. Kwamen uiteindelijk tot 5 doelpunten. Maar de Haagse ploeg was een goed geoliede machine. 5-8 wordt het uiteindelijk. En hij plaatst zich bijna zeker voor de finale van de play-offs. Ja, met een 2-0 voorsprong op Geleen speelt Hijs Die Heek morgen op dinsdag de 3e wedstrijd in de halve finales. Dat duel begint om 8:30 in de Uithof. Dan naar het andere regionale sportnieuws van het afgelopen weekeinde. Voor shorttracker Freek van der Wart is het wereldkampioenschap in het Hongaarse Debrecen goed verlopen. De Zoetermeerder pakte een bronzen medaille op de 500 meter en met de Nederlandse ploeg werd hij 3e in de ploegenaflossing.
De streekderby in de korfballeague tussen top uit Sassenheim en het Delftse Fortuna heeft een 27-28 overwinning voor Fortuna opgeleverd. Met 3 punten achterstand op koploper PKC blijft Fortuna tweede op de ranglijst. De waterpolo-vrouwen van Donk hebben de eerste halve finale in de Europese Land Trophy verloren. In een gelijkopgaande wedstrijd moest de ploeg uit Gouda haar meerdere erkennen in Izmailovo, Moskou. Het werd 15-16. Op 23 maart is in Rusland de return. Duizenden mensen zullen vanochtend met pijnlijke en zware benen wakker zijn geworden. Maar kinderen met Ernst en Bobby die 1 kilometer renden, oma's die gloreerden op de 5 kilometer, pubers die stoer waren op de 10 en atleten die onder koude omstandigheden de halve marathon volbrachten. Het was allemaal even knap. De CPC-loop 2013 was het de koudste uit de historie, maar leverde mooie beelden, verhalen en emotie op. Nog maar eens terug naar de dag van gisteren. Nou, het was koud, heel koud. Zeker toen we richting het strand draaiden. Toen was het gewoon heel koud. Mijn mond is ook nu bevroren en zo. Dus, maar ja, goed. Op zich ging het oké. Applaus op weg van de Schiermonnikenbrug. Kom op! 54, 55, 57, 58. Kom op, kom op, kom op, kom op! En het gaat slecht met PostNL. Hoe gaat het met u? Goed. Ja, beter als met PostNL. Beter als met PostNL. Heeft u wel vaker hard gelopen? 2 jaar doe ik al. 2 jaar. En aan het oefenen elke dag? Om de, ja, 3 keer in de week. En wat is het streven? Uitlopen. Uitlopen, maakt niet uit welke tijd. Nee. Alles voor de bezemwagen is goed. Ja. Gaat het een beetje? Ja, perfect hoor. Ja, perfect. Met jullie ook? Met mij gaat het uitstekend, maar vind je het niet vervelend als ze je links en rechts inhalen? Dat hoort erbij, hè. Oh ja, ben je dat gewend in het dagelijks leven ook? Altijd. Oh, ja. Altijd te langzaam. Met je horen, 1, 2, 3! Ja! We gaan winnen! Hoi! Mees, ik wil je hand vast hebben, niet je jas. Het gaat heel goed, Mees. Zijn er bijna, Mees? Wat ben jij een goede sprinter. Dit zijn de gelukkigen die allemaal in startnummer 1. Hoe kom je? Ja! Kom maar!
Je verdient een high five. High five. Ja, je hebt het gered. Goed zo. Ben je een beetje trots op jezelf? Ja, maar ik ben vooral trots op Messi. We hebben het binnen 6 minuten gedaan. Komt-ie, daar komt-ie. De mensen de goede kant uit te duwen. Want ik ken er een heleboel. Ja. En ik roep dit en daar links pas op het afstapje. Jullie zijn bijna binnen! Ja. Joris, kijk even naar je afgeven horen. En volgend jaar zijn we er natuurlijk weer bij. De CPC-loop was gisteren voor velen bijzonder. Maar de man die als laatste over de finish kwam, ja, die stal toch echt ons hart. Met zijn moeder aan zijn zijde, een paar grote oorbellen en een mooie aanleiding om de strijd met zichzelf aan te gaan, kwam hij onder begeleiding van politie en de bezemwagen als laatste over de streep. Wij zochten Mark-Jan Stijn de day after op. De befaamde knop is gegaan en mijn oudste dochter die had gevraagd of ik wat langer wilde blijven leven, dus voor haar heb ik dit gedaan ook. De emoties waren duidelijk zichtbaar bij de laatste loper die binnenkwam. Vandaag bezochten wij Mark-Jan Stijn in zijn woonark in Rotterdam. Ja, hey, TV West, goedemorgen, kom binnen. Ik leefde vrij ongezond, ik ben vrachtwagenchauffeur. Nou, het stereotype, nou, dat was ik dus. Je eigen volvreten onderweg en nergens aan denken. Ongezond eten. Ik ben na 20 jaar chauffeur en ik heb er bijna 50 kilo aan gevreten in 25 jaar tijd. En de volgende 25 jaar, zelfs mijn dochter het graag nog wil dat ik er nog 25 blijf, is het toch fijn dat ik doorgaans wel beter op mijn gezondheid ga letten. Hoe zwaar ben je geweest? Ruim 150 en ik zit nu even kijken, ja, rond de 123 ongeveer. Er is ruim 30 kilo af. Mark-Jan is door zijn oudste dochter Babette gezonder gaan leven. Op jonge leeftijd zijn zijn kinderen met hun moeder naar Canada vertrokken. Hij heeft slechts met zijn oudste dochter Babette nog contact. In 24 januari 2003 zijn ze weggehaald. Dit zijn de eerste letters van mijn kinderen. Cornel, Babette en Stephanie. En dan hier To Never Forget. De datum dat ze zijn meegenomen, dat voelde als een mes door mijn hart. Met voor ieder kind een druppel bloed. Dus ja, dan kan je maar nagaan dat het erg gevoelig is en dat ik ze op die manier in elk geval iedere dag herinneren dat ze weg zijn. Dus dat, het is niet anders, maar we moeten het ermee doen. Wil je nog wat tegen je dochter zeggen? Want waarschijnlijk zal ze dit ook zien. Nou, Babette, je weet waarvoor ik het doe. We gaan gewoon door. Ik zie je over een, wij zeggen altijd nog maar een paar nachtjes. Het is helaas maar in augustus, maar voor ons blijft het een paar nachtjes. En ik zie je straks. Toppie. Doei, schat. In Sportquiz komen we eerst terug op de vraag van vorige week. Die werd toen gesteld door ADO-topper Mike van Duinen. Hij stelde de vraag wanneer hij debuteerde voor ADO Den Haag. Hij geeft zelf het antwoord. Het goede antwoord is Rode JC in de play-offs. En dit is het bewijs. Tijdens de play-offs in mei 2011 debuteert Van Duinen hier in het oud rood-groene uitshirt van ADO bij Roda JC in Kerkrade. Dat is onder andere goed doorgemaild door Wijnand van Ede uit Zoetermeer. Hij wint de kiksen van Van Duinen. Dan naar de vraag van deze week. Die gaat over Martijn de Zwart, de keeper die zaterdag in plaats van Coutinho bij ADO onder de lat stond.
De vraag is, van welke amateurclub komt de Zwart over toen hij naar ADO ging? De prijs is dit boek. Dat gaat onder andere over de Belgische periode van de Haagse trainer Aad de Mos. Sportquiz@omroepwest.nl voor uw antwoorden. Tot zover de sport voor nu. We zijn er volgende week weer. Dan veel aandacht voor ADO Vitesse. Zaterdag kunt u bij ons terecht voor de samenvattingen uit de topklasse. Het laatste sportnieuws is natuurlijk ook weer terug te vinden op omroepwest.nl. Voor nu bedankt voor het kijken en nog een prettige dag toegewenst.